Welkom en leuk dat je kijkt naar de Kinderuniversiteit van Tilburg University Junior. Normaal zitten we nu met meer dan 200 kinderen in de aula op de campus van de universiteit. Nu doen we het college voor de eerste keer online. Vandaag wordt het college verzorgd door professor Peter Achterberg. Hij is hoogleraar sociologie aan Tilburg University. Hij kijkt met ons terug naar de troonrede en vertelt ons meer over de rechtsstaat en het milieu. We gaan luisteren naar het verhaal van Peter. Hallo allemaal, ik ben Peter Achterberg en ik ben dus hoogleraar sociologie. Ik heb twee dochters, die zijn momenteel weer naar school aan het gaan. Ze zijn 12 en 13 en ik heb een vrouw. En wij hebben thuis hebben we ook nog één konijntje en twee vissen. We hadden er eerst vijf, maar tijdens de vakantie zijn er een paar overleden. Dat was allemaal niet zo heel prettig. Ik ben dus hoogleraar, ik ben een cultuursocioloog. Dat betekent dat ik de hele dag onderzoek doe naar waar mensen ook maar een mening over kunnen hebben. Dus dat kan over van alles en nog wat gaan. Dat kan gaan over technologie, over de wetenschap, over de politiek, over wat mensen vinden van school bijvoorbeeld. Al dat soort zaken kan ik onderzoeken. Je ziet, ik heb een beetje een raar pakje aan. Dat hoort erbij als je hoogleraar bent. Eerlijk gezegd, ik heb er een beetje een hekel aan. Daarom doe ik nu al dit hoedje af, want het is namelijk verschrikkelijk warm. Dus daar gaat hij, hoppakee. Nou, en dan gaan we meteen beginnen, want van de week is dus de troonrede geweest. En hier hebben we de koning en die heeft natuurlijk veel verteld over de plannen van het kabinet voor de aanstaande periode. En ik kan natuurlijk niet alles gaan zitten behandelen en dat is ook veel te veel. Dus ik heb er gewoon een paar dingen uit gehaald die denk ik van belang zijn en die hopelijk jullie ook interessant vinden. En het eerste is natuurlijk dat hele idee van die corona en hoe dat Nederlanders er toch met z'n allen zich er doorheen aan het slaan zijn. En ik heb er zelf ook wel een paar stukken over geschreven. Dat in het begin, toen al die maatregelen werden afgekondigd, waren heel veel mensen eigenlijk benieuwd of iedereen zich wel aan de nieuwe regels zou gaan houden. En dat is toch wonderwel gelukt. En de koning die zei ook zoiets als van, het blijft toch bijzonder hoe die Nederlanders er voor elkaar zijn als een nood aan de man komt. En heel veel mensen hebben elkaar geholpen. Jullie zijn ook eigenlijk een paar maanden wel thuis geweest of hebben thuisonderwijs genoten, konden niet meer sporten. Het was allemaal verschrikkelijk, maar het is wel voor een goed doel. Dus we moeten misschien nog even volhouden, het is toch wel goed om te weten dat wij er met z'n allen voor elkaar zijn. Dat we zien dat het werkt en dat de mensen elkaar steunen. En de regering en de koning die steunen ons ook, hè, wat heel mooi is. Maar daarover wil ik het niet hebben. Want ik zat dat te lezen en ik heb het niet echt gezien, want ik was aan het werk, ik had andere dingen te doen. Maar ik zat de troonrede te lezen en toen dacht ik, wat zijn nou de dingen die ik eruit zou willen halen om met jullie erover te praten? En het eerste is denk ik gewoon heel simpel, want de koning legt zelf uit dat hij het allerbelangrijkste vindt. En dat is de rechtsstaat. En hij zei, de rechtsstaat is het allerbelangrijkste publieke bezit van de samenleving. En ik weet niet precies of jullie weten wat een rechtsstaat is, maar dat is het hele idee dat jouw rechten van vrijheid bijvoorbeeld, dat die gegarandeerd zijn door de staat. En dat daar niemand aan kan komen. Dat iedereen gelijk is voor de wet. En dat is superbelangrijk. En ook bijvoorbeeld dat als je iets fout doet, dat je beschermd wordt door advocaten. En dat advocaten een belangrijke rol hebben. En dat officieren van justities en rechters ook allemaal een bepaalde bescherming genieten om ervoor te zorgen met z'n allen dat alles eerlijk en netjes verloopt en dat iedereen gelijk is, hè, voor de wet en voor elkaar. En dat probeerde de koning te zeggen. En hij wees dan ook op een advocaat. Ik weet niet of jullie daar ook van gehoord hebben, maar afgelopen jaar is er ook een advocaat vermoord in Nederland. En daardoor lijkt het alsof de rechtsstaat, hè, dus dat hele belangrijke ding, dat onder druk komt te staan. En daar had de koning het over. En als de koning het heeft over zoiets belangrijks op een belangrijk moment als de troonrede, dan moet het wel heel erg belangrijk zijn. En ik dacht, nou, laten we daar nou eens wat verder over doorgaan. Zoals gezegd, de rechtsstaat. Hè? Dat is dat idee dat je rechten gegarandeerd zijn. Hè? Dat het hoogste gezag ervoor zorgt
Iedereen gelijk is. Dat je rechten beschermd zijn. Dat je een recht op privacy hebt. Een recht op vrijheid van meningsuiting. Ervoor kan zorgen dat niemand anders jou kwaad doet. En als dat eventueel gebeurt, dat er dan toch mechanismen zijn en procedures, allemaal dure woorden, om ervoor te zorgen dat weer aan je recht komt. Hè? Dat daar niemand zomaar aan mag komen. Nou, de koning heeft het daarover gehad, hè, over die bescherming van die rechtsstaat. Dat is het allerbelangrijkste. En ik als socioloog wil dan graag ook kijken, niet alleen zeg maar naar dat soort dingen die dan fout gaat binnen de rechtsstaat, maar ook hoe de mensen in de samenleving eigenlijk denken over die rechtsstaat. Welke mensen hebben eigenlijk veel vertrouwen in die rechtsstaat en welke mensen hebben eigenlijk weinig vertrouwen in die rechtsstaat? En dan kan je dus kijken naar dat soort incidenten als van die Dirk Wiersum, die advocaat, of allerlei andere incidenten waarin het in feite niet goed gaat met de rechtsstaat. Maar dat wil ik nu niet doen. Ik wil het eigenlijk hebben over meningen van het publiek over die rechtsstaat. Hè, om te kijken, zeg maar, wat denkt nou het Nederlands publiek? En een socioloog doet dan altijd onderzoek aan de hand van bijvoorbeeld vragenlijstonderzoeken. Hebben jullie misschien ook wel eens gezien dat je zo'n vragenlijst moet invullen? Ik ben een socioloog die graag werkt met vragenlijsten. En dan gaan we dus aan heel veel Nederlanders, een stuk of 2000, gaan we zitten vragen, wat vind je hiervan, wat vind je daarvan? En we hebben dus pas geleden, samen met wat collega's ook van de juridische faculteit, hè, dus mensen die bestuderen het recht, hebben we een vragenlijstonderzoek gedaan met vragen als deze. Als de rechtspraak faalt, dan is het logisch dat mensen het recht in eigen hand nemen. Nou, in een rechtsstaat is dat niet de bedoeling. In de rechtsstaat is juist de bedoeling dat je dat overlaat aan de politie. Mensen die zich beroepen op hun recht op privacy hebben iets te verbergen. In een rechtsstaat mag iedereen zich beroepen op het recht op privacy. Dat moet juist gegarandeerd zijn. Als jij niet wil dat anderen iets van je weten, dan hoef je dat niet per se te zeggen. Door gebrek aan deskundigheid van officieren van justitie mislukken rechtszaken te veel. Eigenlijk zijn er ook heel veel mensen die denken dat officieren van justitie eigenlijk een soort prutsers zijn die constant een beetje de kantjes ervan aflopen, eigenlijk niet goed aan het werk zijn en er op die manier voor zorgen dat er allerlei criminelen die achter de tralies zouden moeten verdwijnen, toch niet goed hun werk doen. Ze zijn heel kritisch op die of de mensen die werken binnen de rechtsstaat. En advocaten die verdachten verdedigen van hele ernstige feiten, die hebben eigenlijk geen principes. Er zijn ook veel mensen die denken dat. En binnen een rechtsstaat zijn dat soort figuren, officieren van justitie, maar ook advocaten zijn enorm nodig om juist die eerlijke rechtsgang, om de procedures goed in de gaten te houden. En als je dan kijkt hoeveel procent van de mensen eigenlijk denkt dat dat allemaal niet goed gaat en dat het één grote eigenlijk zooi is, hè, binnen die rechtsstaat, dan kan je ongeveer zeggen op basis van deze gegevens, en hier zie je zeg maar de percentages van de mensen die het erg eens is of eens is met deze stellingen, dan zie je dat ongeveer rond de 20% van de mensen toch wel behoorlijk kritisch is als het gaat om de rechtsstaat. Dus 1/5 van de mensen, dus 1 op de 5 mensen, of 2 op de 10, zoals je wil, die zegt eigenlijk, ja, dat is helemaal niet goed met de rechtsstaat. Dus er zijn allerlei dingen die gaan helemaal fout, die zijn heel kritisch op en die denken dat dat allemaal veel beter zou moeten kunnen of heel anders zou moeten. En dus die zijn, als zij kijken naar de rechtsstaat op het moment, niet zo positief. De tweede stap van een socioloog, dat heb ik dan ook gedaan, is dan kijken welke mensen vinden dat. Welke mensen zijn nou eigenlijk zo kritisch op de rechtsstaat? En dat valt samen te vatten in één plaatje met 3 groepen mensen. Ten eerste zijn dat mensen die wat ouder zijn. Jongere mensen zijn over het algemeen heel positief over de rechtsstaat. Maar als mensen ouder worden, dan zou je zien dat ze steeds kritischer worden en steeds minder positief nadenken over die rechtsstaat. Ten tweede zijn dat vooral arme mensen. Dus mensen die eigenlijk niks te makken hebben en heel weinig geld. Dat zijn mensen die kritischer zijn ten opzichte van de rechtsstaat. En ten derde zijn dat mensen met wat minder
hoogopleidingsniveau. En ja, dan is de vraag, hoe kan dat eigenlijk dat al deze groepen mensen, hè, dus ouderen, mensen met weinig geld en een laag opleidingsniveau, waarom die mensen zo kritisch zijn ten opzichte van de rechtsstaat? Hè? En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat zij in gevaarlijke gebieden wonen, of gevaarlijkere gebieden en constant geconfronteerd worden met criminaliteit. Dat kan zijn omdat zij de wereld ervaren als wanordelijk en één grote klerenzooi zelf. Als ze om zich heen kijken, dan zien ze constant dingen die maar anders zijn en ze ervaren de wereld als wanordelijk. En als je dat probeert te onderzoeken, dan blijkt dat ook zo te zijn. Hè, dat gevoel, hè, wat sociologen met een heel moeilijk woord anomie noemen, het gevoel van anomie, dat zorgt ervoor dat juist die drie groepen die heel anomisch zijn, de wereld zien als wanordelijk, onvoorspelbaar en heel erg complex, dat zij die rechtsstaat eigenlijk heel kritisch benaderen en denken dat het helemaal niet goed gaat. Nou, vanuit dat idee is het dus belangrijk dat de koning in die troonrede daar aandacht aan geeft. Hè? En dat hij ook aan de mensen, aan die groepen mensen laat weten dat het aandacht behoeft en dat de regering, de rechtsstaat ook wil steunen. Hè? Als een extra steuntje in de rug. Dus dat is één. Ten tweede had de koning het nog over iets anders. Hè? En eigenlijk op meerdere plekken in die troonrede kwam dat al langs. Hè. Het gaat om het klimaat. En er is natuurlijk de coronacrisis en allerlei problemen. Maar daaronder is er nog ook een belangrijk probleem wat echt aandacht behoeft volgens de regering. En dat is het klimaat. En hij zegt ook ergens, ja, we gaan op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Hè. Dus dat is al betrekkelijk snel. Jullie denken misschien 2050 is nog heel lang. Maar om alles te moeten regelen, gaat dat natuurlijk tijd kosten. En dat kost, als je dat in 30 jaar voor elkaar wil krijgen, dan is dat natuurlijk wel behoorlijk ambitieus. Hè? Dus mensen die moeten hard aan de slag, zou ik maar zeggen. Nou, als je dan weer met een sociologische blik ernaar gaat kijken, dan denk je, hoe denken mensen er eigenlijk over? En dan is er een belangrijk probleem. Hè? Er is een belangrijk probleem als het gaat om gewoon dat hele klimaat weer great again te maken. Hè? Dus het klimaat weer terug op de goede weg te helpen. Als je met een sociologische blik naar kijkt, dan ga je weer aan mensen vragen, wat vind jij precies van het klimaat en wat ben jij eigenlijk bereid om te doen mee te helpen aan dat doel klimaatneutraal in 2050? En dat is natuurlijk superbelangrijk, omdat, kijk, de regering kan het willen, maar er zijn ook heel veel mensen die moeten ook hun steentje eraan bijdragen. En misschien bij jullie thuis doen jullie al aan recycling bijvoorbeeld, of hebben jullie al zonnepanelen op het dak, of rijden jullie misschien een elektrische auto. Hè? Dat zijn nog maar een paar voorbeelden van dingen die je kan doen om het klimaat te helpen. De opwarming van de aarde tegen te gaan, maar ook het leefmilieu, hè, je directe omgeving te verbeteren. Dat zijn dingen die je kan doen. En als je nou kijkt naar wat mensen vinden, dan is er iets interessants aan de hand. Hè? Want heel veel mensen die doen al heel veel werk en die zijn heel goed bezig als het gaat om het klimaat. En die maken zich enorme zorgen, maar er is iets vreemds aan de hand. Hè? En als je nou kijkt naar weer zo'n vragenlijstonderzoek, dan zie je hier twee grafiekjes, of één grafiekje met twee staven. En de eerste staaf is, zeg maar, de zorgen die mensen hebben om het klimaat. Laag is weinig zorgen en hoog is veel zorgen. En hier kan je zien dat gemiddeld in Nederland mensen op zo'n schaal een 3,7 scoren. Dat is dus op een schaal van 1 tot 5. Niet zoals op school een schaal van 1 tot 10, wat je kan krijgen als cijfers. Maar dit is een schaal van 1 tot 5. En is 3,7 best hoog. Dus er zijn best veel mensen die maken zich enorme zorgen over het milieu en het klimaat. En die denken eigenlijk dat het niet goed gaat met het klimaat. Dus dat is op zich heel mooi, hè? Want je moet je eerst zorgen willen maken voordat je er iets aan kan doen. Maar dan het tweede is,
hebben we gevraagd, ben je dan ook bereid om dingen te gaan doen? Hè? Je huis te verduurzamen, aan recycling te doen, misschien wat meer belasting betalen, zodat er allerlei dingen in gang gezet kunnen worden. En dan is de bereidheid minder. En je kan dat zien, dat is zo rond de 3. Hè? Dus er is een gat tussen hoeveel zorgen mensen maken zich over het milieu en hoeveel mensen bereid zijn om eigenlijk bij te dragen aan het milieu. En dat gat, dat is interessant, hè? Want eigenlijk is dat het meest problematische. Je kan je al zorgen maken, maar als je vervolgens niks doet, ja, dan helpt het ook niks. Dus je moet de stap maken naar actie. Je moet de stap maken naar iets doen voor het milieu wat dan goed is. En ja, ik heb dan weer gewoon onderzocht welke groepen mensen, voor welke groepen mensen het gat, hè, tussen je wel zorgen maken, want ja, dat is al heel mooi, en niks doen, voor welke mensen dat gat eigenlijk groot is en voor welke mensen dat gat eigenlijk klein is. En wonderwel kom je dan op dezelfde 3 groepen. Voor oudere mensen, die maken zich misschien wel zorgen om het milieu, maar die zijn minder bereid om er iets aan te doen. Voor arme mensen, die maken zich misschien wel zorgen om het milieu, maar die zijn ook weer minder bereid om er iets aan te doen. En lager opgeleide, die maken zich wel zorgen over het milieu, maar zijn toch minder bereid om er iets aan te doen. En dat gat voor deze 3 groepen, dat moet je natuurlijk ook wel weer even kunnen verklaren. Hè? Kijken waarom die groepen eigenlijk wel zich zorgen maken, maar toch niks doen. Nou, en dat is gewoon natuurlijk simpel. Hè? Enerzijds is dat het idee dat, ja, bijvoorbeeld als je er iets aan wil doen, dan leeft het idee dat je dat geld gaat kosten. Hè? Als jij zonnepanelen op het dak wil gooien, dan moet je dat kunnen betalen. En arme mensen kunnen dat misschien niet. Hè? Dus lager opgeleide en arme mensen, die kunnen dat vaak wat minder betalen. Voor oudere mensen is er misschien iets anders aan de hand. Hè? Voor oudere mensen, daar leeft het niet meer zo, omdat ze misschien denken, en dat moet eigenlijk verder worden onderzocht, een nieuwe generatie het wel kan oplossen. Hè? Dat is misschien een idee. Moeten we verder onderzoeken. Wat ook blijkt is precies hetzelfde, dat gevoel van wanorde, het gevoel van onvoorspelbaarheid van de samenleving, het gevoel dat jouw samenleving niet helemaal de jouwe is, dat alles nodeloos complex en onvoorspelbaar is. Dat gevoel verklaart ook weer waarom deze 3 groepen eigenlijk zich wel zorgen maken om het milieu, maar er eigenlijk niks aan willen doen. Zij denken dat hun acties eigenlijk helemaal niks uitmaken. Dat het voor de rest niks uitmaakt wat zij doen, omdat het toch eigenlijk niet helpt. En daarom is er geen gat. En dus ook vanuit dat idee is het belangrijk dat de regering probeert acties te steunen. Hè. En ze proberen te zeggen, hey, we gaan in 2050 naar een klimaatneutraal Nederland. We gaan investeren daarin. En dat is ook superbelangrijk. Kortom. De koning heeft een hoop verteld, hè? En eigenlijk komt het erop neer dat tijdens die troonrede ze hebben willen laten zien dat zij er zijn voor de Nederlanders. De Nederlanders zijn er voor elkaar. Tijdens de coronacrisis bleek dat. Er zijn heel veel mensen die denken heel positief over de rechtsstaat, maar er zijn er ook die wat kritischer over zijn. En de koning en de regering probeert dat kritische om te buigen, probeer te steunen waar het moet. En als het gaat om het klimaat, precies hetzelfde. Dus ik denk, persoonlijk als socioloog, dat dat een hele mooie troonrede was, waar we best trots op kunnen zijn. En voor de rest wens ik jullie natuurlijk sterkte tijdens de komende tijd. En veel plezier op school en op de sportclub, want dat kan gelukkig weer. Oké, dat was hem. Doei. Dat was het verhaal van professor Peter Achterberg. Mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding van dit kindercollege, dan kun je ze mailen naar junior@tilburguniversity.edu. Wil je op de hoogte blijven van alle evenementen en activiteiten van Tilburg University Junior? Kijk dan even op de website www.tilburguniversity.edu. Tot ziens bij de volgende kinderuniversiteit.